kijkers van ZizoTuber. Nou, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video waarin ik op Codecademy.com ga leren hoe ik moet programmeren. En dan beginnen we gewoon bij HTML en CSS. Ik ga gewoon beginnen. Dus webpagina's zijn gemaakt met HTML en CSS. HTML, teksten, links en images. En CSS maakt het uiterlijk. Want dit is het met HTML hier rechts. En stel je zet CSS erbij, dan zal het zo uitzien. Dat is een enorm verschil. Dit is enzovoort. Ik heb eigenlijk al een deel hiervan gedaan. Een H1 is door. Een H1 element is zeg maar een titel, een main heading of van de pagina. Hier heb je een voorbeeld. Ik moet hiervan find a place to stay to this is the main heading maken. Dus dat gaan we doen. Ik kopieer het gewoon aangezien dit. En dit kan ik wel. Dat heb ik al wel vaker gedaan, alleen ik wilde weer helemaal overnieuw beginnen. Ik heb Coberg. Is zoals een titel van een stuk. Dus ik moet een p-element toevoegen. En ik weet toevallig hoe je dat doet. Maar dat is niet zo moeilijk. Ik ga dat kopiëren, want dat is behoorlijk lang. Ctrl V. En dan doe je een slash voor en dan p. Just that simple. Met een A en dan href. Dat laat zien dat er een link bij zou. Weet ik niet precies, maar ik begrijp het. Dat ik het, hoe ik het moet gebruiken. Dus attribuut nemen, oké, zal ik. Ik ken alleen de href. Dan voeg je daar een link aan toe. Kijk, href ding en dan hier href. En dan hier alleen slash a en dan moet ik deze link erin zetten. Tussen de aanhalingstekens, ctrl v en there we go. IMG, image dus, dat spreekt nogal voor zich. En dan moet je een src in plaats van een href bij de a doen. Zoals je ziet, moet ik van het image address, moet ik dit image address maken. Dus dat doen we gewoon. Ctrl V, zo simpel is het. UL en li elementen. UL en li kun je gebruiken om een lijst te maken. Een lijst is UL, daar stop je li elementen tussen. Want elk item in die lijst is een li element. Dus kijk. Dit moet home worden. En dit moet, ik weet niet precies het uitspreken, maar dit moet about worden. Zo simpel is het. Got it. HTML en body. Alles zit tussen een HTML. Dus dat zit bovenaan de pagina. Ik weet niet precies wat het doc gedoe is, maar het spijt waarschijnlijk wel weg. Dan heb je een body en dat is gewoon wat de pagina echt bevat. Dat is dus wat je in de webbrowser te zien krijgt. Nou kunnen we echt gaan beginnen. Want dit was natuurlijk niet alles. En dat weet ik allemaal wel. Ik moet op lijn 6. Moet ik van item 1 mijn naam maken. Dat is Milan van Londen. En dan moet ik hier van. En dan moet ik een nieuw li element. En dat is li. En dat moet zijn browse. En dan slash li element. Ja, niet element, maar. Zo simpel. There we go. Start next lesson. Als
We moeten een nieuw UL-element toevoegen. Doe ik eerst ook even dit. En dan weer. Zo. We moeten een li-element toevoegen met de tekst sign up. En trouwens, voor de duidelijkheid, dit wordt geen echte pagina, maar dit is. Ik kan er een echte pagina van maken als je een host hebt, maar. Voor nu niet. En dan moet ik nu. Dus gewoon oefenen. Login. Nee. Slash. Li. En dit is dan echt een echte programmeertaal, niet zoals. Scratch of zo, maar dat is echt gewoon programmeren. Het is wel de makkelijkste taal zo'n beetje er is, maar het is echt programmeren. En de tekst help. Eigenlijk programmeren was helemaal niet zo moeilijk te zijn voor de mensen die dat dachten. Dus tot nu toe ben ik hier. En we zijn weer bij de volgende. Wrap with a D. Wrap die UL met. Dus. Dus ik moet even kijken hoe dat eruit ziet hoor. Dit is. Ik heb het lang niet meer gedaan. Dit is 2 divs. Def. Ja, laat maar. Ik blijf het gewoon. Ik kom om 7:30 Ik weet niet of dit per se moet. Ik heb nu 539 money. Zal wel. Navigatie. Container. En daaronder moet ik dus 2 keer /div doen. Zo toch? Zoiets? Nou, dat zal wel. Ja, het klopt. We hebben een UL-element voor een minimale navigatiebar. Een div. Was hier vergeten. After the closing the. Moet ik een element toevoegen. Een H1 element. Waarin staat. Find a place to stay. J1 is, ik weet niet eens of het bestaat. Moeten we een P-element toevoegen? En dat ga ik even kopiëren hoor. Daar gaan we wel weer verder. In principe is het dus echt heel makkelijk. En ik ben van plan om alle lessen door te gaan. En we moeten 2 andere divs, maar divs, maar laat maar. Div class. Een Jumbotron, geen idee wat het inhoudt, maar goed, het zal. En natuurlijk de container. Container. En we zijn weer verder.
En dan denk ik dat het voor hier wel mooi is om de video te stoppen. En ik ben van plan om echt alles op YouTube te gaan volgen van deze hele website. Dus tot de volgende keer bij deel 2 van deze serie. En dan gaan we ook andere dingen maken. Die jullie dan ook kunnen downloaden misschien. Zodra we dat kunnen. Later.